Hoi, ik ben Jill. De komende periode ga ik in gesprek met ervaren sportbestuurders. Ik hoor graag welke adviezen ze voor mij en andere bestuursleden hebben. Mark Huizinga won in 2000 Olympisch judogoud en momenteel is hij voorzitter van de Survival Runbond. Hallo, hoi, Jill, aangenaam. Hi. Welkom in de Ruska Hall, de judohal Papendal. Vernoemd uiteraard naar groot kampioen uit de judo-historie. We gaan even rondkijken. Hartstikke goed. Goed, Mark. Ik herken je bijna niet zonder judo-pak. Maar tegenwoordig ben je bestuurder. Ja, ik ben nu vaak meer buiten de plek waar gezweet wordt om een inbreng te leveren. Ja. Maar ik voel me nog wel thuis op een judomat. Dat is toch wel, dat is wel heel vertrouwd. Ja. Heel goed. Ja, ik wil het met je hebben eigenlijk over eigenaarschap. Oftewel hoe je de taken verdeelt binnen een bond in dit geval. Ja, ja, je moet de taken zeker verdelen omdat je anders veel te veel werk op een bordje schuift. En dat is wel een uitdaging. Nou ja, je gaf al aan met vrijwilligers, je bent vaak blij als iemand iets überhaupt wil doen. Tegelijkertijd wil je ook dat iemand het op een bepaalde manier doet, een doel bewerkstelligt. Kun jij streng zijn tegen iemand ja, als iets misschien niet helemaal gaat zoals je het had gehoopt? Dat kon ik in het begin niet. Ik merk wel dat het meer nodig is om het wel te doen. En dat hoeft niet altijd op een hele strenge manier, maar je moet wel met elkaar het gesprek erover aan. Ja. En dat kan ook heus wel op een vriendelijke manier, maar we wel duidelijk krijgen wat zijn de verwachtingen. Wat zijn de verwachtingen wat iemand brengt en wat is de verwachting van wat je hoopt dat iemand brengt. Ja, we zitten nu in een judohal, maar jouw bestuurskamer is tegenwoordig heel erg anders. Ja, ja, we gaan van judo naar survival run, dus laten we daar eens naartoe gaan. Nou, Mark, normaal gesproken dan nemen we dit item op in de bestuurskamer. Maar ja, dit is eigenlijk een beetje jouw bestuurskamer, toch? Nou, dit is uiteindelijk wel waar het bij onze bond om gaat. Buiten zijn. Nou, we hebben vandaag echt geluk met mooi weer. Maar onder alle omstandigheden buiten zijn, rennen, klimmen, dat is survival run. Je kunt niet alles zelf uitvoeren. Geven jullie dan ook richtlijnen mee bijvoorbeeld aan commissies? Of hoe? Ja. Ja. Ga je daarmee om? Ja, we hebben twee keer per jaar hebben we in ieder geval vast overleg met alle commissies. Waarbij we afstemmen van het komende seizoen. Wat worden de items? Wat willen we graag onderzocht hebben? Waar willen we graag advies over? Waar kunnen jullie mee aan de slag? Daar sparren we over en dan kunnen zij ermee aan de slag. En dan kunnen we een half jaar later, natuurlijk is het tussendoor wel onderling contact. Maar eigenlijk weer een formeel moment een half jaar later met de resultaten gepresenteerd kunnen worden. Dus op die manier zijn er wel kaders en echte opgehakte stukjes waarvan we zeggen, nou commissie wil je alsjeblieft daarnaar kijken. Zodat jullie dat goed uit kunnen werken met jullie specialistische kennis. Zodat wij daarmee verder kunnen, omdat we dat niet allemaal zelf kunnen behappen. Dus op die manier probeer je het op te delen en nou, daar kunnen dan weer hele soms ook verrassende dingen uitkomen die we zelf niet hadden kunnen verzinnen. En dan merk je echt de meerwaarde daarvan, dat voorwerk door anderen is kunnen gebeuren. Helder.